Dag, dames en heren. Het is weer weekend. Tijd dus om samen met u weer even terug te blikken op de belangrijkste gebeurtenissen uit de afgelopen week. En vandaag doen we dat vanuit het Museum voor Communicatie in Den Haag. Deze voorjaarsvakantie neemt het museum met een gratis feestelijk programma Afscheid van het Oude om een jaar dicht te gaan. En in 2017, na een grootscheepse verbouwing, weer helemaal terug te komen met de blik op de toekomst. Vandaag in deze uitzending. Een schietpartij in Den Haag schokt de buurt. Boom, hap, schiet elkaar maar dood, joh. We maken het uit, joh. Toch, het gaat nergens meer over tegenwoordig. De gemeenteraad in het Westland debatteert over asielzoekers. Ik ben bang dat mijn kinderen gevaar lopen als ze buiten spelen. Ik ben bang voor mezelf als ik 's avonds over straat moet. En het Westlands mannenkoor zorgt zingend voor nieuwe bomen. Oh, oh beukenboom, wat zijn je beuken wonderschoon. Welkom bij het TV West weekoverzicht. Oké, dankjewel. Doei. Om windmolenparken voor de kust is sowieso al veel te doen. Maar ook het transport van de schone energie dwars door de Haagse duinen baart mensen zorgen. De hoogspanningskabels om de stroom het land in te krijgen zouden namelijk slecht zijn voor de gezondheid. Er komt hier geboord. Je mag niet graven in de duinen. Er komt hier een enorme installatie staan om die boring te doen. Ja. Dan komt hier een MOF waar die kabels worden gesplitst. Ja. En dan gaan ze voor het vakantiepark door die fietspad. Ja, dan gaan ze en dan slaan ze rechtsaf tussen de twee golfbanen. En dan komen ze uit bij Ockenburg. Maak kennis met Pierre Wijsman en Arend Rozenboom. Beide inwoners van Loosduinen en fel tegen de komst van de hoogspanningskabels. Niet alleen omdat het schadelijk is voor de natuur, maar vooral ook omdat het schadelijk kan zijn voor de Loosduiners zelf. Nou, men zegt dus dat je daar kinderleukemie van kan krijgen of Alzheimer. Daar is nooit vakkundig onderzoek naar gedaan, maar toch hopen Pierre en Arend dat er uit voorzorg voor een andere alternatief wordt gekozen. En dat is er, de Rotterdamse Maasvlakte. De Maasvlakte is industrieel gebied en daar is het makkelijker met kabelgoot en andere dingen aan te leggen. Er is ook olieraffinaderij, daar is eigenlijk allerlei vormen van industrie waarvan je zegt men kan het daar veel beter wegwerken en begeleiden dan je het überhaupt hier kan doen in de bestaande wereld, in natuurgebied en bebouwing. Maar ja, de route door Loosduinen is volgens energiebedrijf Tennet wel een stuk goedkoper. Tennet laat weten alle mogelijkheden te bekijken en dat er nog geen keuze is gemaakt. Toch roept de commissie Loosduinen op om al bezwaar te maken tegen het plan. De commissie zit ondertussen zelf ook niet stil. We hebben een werkgroep ingesteld en daar zitten een aantal deskundigen in. En die gaan samen met ons een advies op papier zetten. En dat advies dat ga ik dan eigenlijk opsturen als een soort bezwaarschrift. En dan zien we hoe de procedure daarna verder gaat lopen. Is oké, Mr. Wang. I put you through to Ado. Moment, please. Eens even kijken. Zo, oké. Die staat die verbinding. Je moet er wat voor over hebben om alle wedstrijden van je favoriete club te zien. Een groep ADO-supporters had er zelfs een fietstocht van 25 kilometer naar Rotterdam voor over. Niet alleen om de wedstrijd tegen Excelsior te zien, maar ook om geld in te zamelen voor onderzoek naar de spierziekte ALS. Je moet er maar zin in hebben om uitgerekend in de regen zo'n stuk te gaan fietsen. Maar ja, het is dan ook voor een goed doel. Ik vind het zoiets leuks voor in de zomer, maar ja, dan voetballen we niet, hè. Als supporter, weet je wel, wij staan altijd in de, weet je zelf wel, slecht daglicht. Dus nou doen we iets goeds. En ik vind het leuk dat jullie er zijn, want normaal gesproken, als we iets goeds doen, is er niemand. Met de fietstocht naar het stadion van Excelsior halen de supporters geld op voor onderzoek naar de spierziekte ALS. Omdat het nog een naamsbekendheid uitbreiding kan gebruiken. Daarnaast, ja, het is een spierziekte en wij gaan onze spieren nu inzetten, dus... Ja, 1 en 1 is 2 wat dat betreft. Een heel mooi gebaar en ja, het is nog steeds ongeneeslijke ziekte. Ja, krijg je het, ben je binnen 3 jaar ben je overleden. Dus ja, al het geld wat daar binnenkomt om te zorgen dat dat gestopt kan worden is natuurlijk het mooiste. En na 25 kilometer fietsen door de regen kom je dan eindelijk aan bij het stadion van Excelsior. En nou nog hopen dat ze ook winnen. Het was een eindje. Ik had eigenlijk nog iets korter verwacht dan... Van 2 uur, maar nu moeten we die punten pakken hier zo. Punten meenemen in ons en terug naar Den Haag straks met die 3 puntjes. Gaat dat lukken? Dat gaat op zeker lukken. En dan nog terugfietsen, dat pokkeneind. Dat hele eind weer terugfietsen. En de ADO'ers hebben geluk. Ze winnen de wedstrijd met 2-4.
Als je een huis wilt huren, dan moet je flink in de buidel tasten. Vaak ben je je huurbedrag meteen al 4 keer kwijt. 1 keer borg, 2 maanden huur vooruit en 1 maand huur aan bemiddelingskosten. En juist die bemiddelingskosten zijn volgens de Hoge Raad vaak illegaal. Je kunt je geld dus terugeisen. Maar de bemiddelaars doen er van alles aan om daar onderuit te komen. Nou, eerst doe je moeite om een brief op te stellen. En vervolgens hoor je daar niks op. En dan ga je nog een brief sturen. Ja, toen heb ik via de Woonbond een incassobureau ingeschakeld. En met behulp van het incassobureau is het uiteindelijk gelukt om mijn geld terug te krijgen. Tim Schiphorst krijgt zijn geld uiteindelijk dus terug van het Delftse verhuurbureau waar hij bijna €800 aan heeft betaald. Een maand huur. En die maand huur is wat bijna alle huurders in het verleden moesten betalen aan verhuurmakelaars. In 2012 wordt bij wet bepaald dat dat niet meer mag als de verhuurmakelaar ook werkt voor de verhuurder. Want die mag niet voor 2 bazen tegelijk werken. Maar het duurt tot oktober 2015 voor de Hoge Raad een beslissende uitspraak hierover doet in een zaak tegen het Haagse bureau Duinzicht. Sindsdien kan je je geld terugeisen. Maar verhuurmakelaars, zoals Duinzicht, maken het mensen die hun geld terug willen wel moeilijk. Zo merkt de vader van 2 huursters in Den Haag. Dan stellen ze zich toch op het standpunt dat mijn dochter zelf heeft gevraagd voor een woning te zoeken voor hun. Wat niet zo is, want die heeft ze daar gevonden op hun internetsites. En dan komt als klap op verhuurbouw, daarnaast heeft u te laat bij ons geklaagd. Oneigenlijke argumenten vindt Del Monteleon. Te laat is het sowieso niet, want er is een verjaringstermijn van 5 jaar. Een Duinzicht Woonservice is na de uitspraak van de Hoge Raad van naam en directeur veranderd. Als je nu Duinzicht Wonen in Den Haag belt, dan bestaat het niet meer. En alles is nog precies hetzelfde, alleen het is geen Duinzicht meer. Nu is het ineens Duinzicht Wonen en word je verwezen naar In het Bos. Maar die vlieger gaat niet op, zegt de Belangenvereniging van Huurders, de Woonbond. De Woonbond helpt 12 voormalige huurders van Duinzicht met het inzetten van deurwaarders en desnoods de rechter. Nou, je moet in ieder geval kunnen aantonen dat je die bemiddelingskosten ook daadwerkelijk betaald hebt. Dus daar moet je wel een bewijs van kunnen laten zien. En daarnaast is een bemiddelingsovereenkomst natuurlijk ook van belang als je die getekend hebt. Nou, dat soort documentatie moet je op een rijtje kunnen zetten om te bewijzen wat er nou precies aan de hand is geweest. In het hele land staat de Woonbond nu zo'n 500 mensen bij. Maar nog veel meer huurders hebben recht op teruggave van courtage. Volgens de bond. Ja, dat is moeilijk om in te schatten, maar het gaat om honderden duizenden gevallen. En dat betekent mogelijk miljoenen euro's. Duinzicht laat in een schriftelijke reactie weten dat de naamsverandering het gevolg is van het vertrek van de vorige eigenaar, die moe gestreden was door de onrust binnen de verhuurmarkt. Het bedrijf zegt de claims van de huurders zorgvuldig te willen bestuderen en afhandelen. Van weigering is geen sprake, maar het is ook niet zo dat iedereen automatisch recht heeft op teruggave, aldus Duinzicht. De gemeenteraad van het Westland stemt met de kleinst mogelijke meerderheid in met de komst van een groep vluchtelingen naar het Polenhotel in Wateringen. Buiten het gemeentehuis protesteren mensen tegen de komst van asielzoekers. Binnen is het ook druk. Een bomvolle raadzaal gisteravond. Daar spreekt de gemeenteraad over een gevoelig punt. Vluchtelingenopvang in dit pand. Het is een Polenhotel waar arbeidsmigranten wonen. Maar volgens de eigenaar staat het hotel de laatste tijd grotendeels leeg. Daarom is er ruimte voor de opvang van 275 asielzoekers voor maximaal 4 jaar. Het voornemen lokt een protest uit voor het gemeentehuis in Schavenzande. Zo'n 250 mensen zijn daar naartoe gekomen. Hop, 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 immigratie, stop! Er wordt gescandeerd, maar daar blijft het bij. Rond 9 uur keert de rust op het Marktplein weer terug en kunnen de raadsleden hier in de raadzaal met een gerust hart debatteren. En er wordt geluisterd naar insprekers. Sommige ondernemers en bewoners maken zich zorgen. Ik ben vooral bang voor mijn veiligheid, om het zo maar even te zeggen. Ik ben bang dat mijn kinderen gevaar lopen als ze buiten spelen. Ik ben bang voor mezelf als ik 's avonds over straat moet. En daarom ben ik eigenlijk hier gaan staan om dat verhaal te vertellen. Ik vind wel dat onze christelijke plicht is om die mensen op te vangen. En niet alleen maar vanuit een onderbuikgevoel te reageren en vanuit angst en dergelijke. Ik zie het ook eigenlijk als een soort van uitdaging. Van nou, laat maar zien wat het leven je waard is. En ja, gun dat ook een ander. En dat vindt ook een nipte meerderheid van de gemeenteraad. Een motie van collegepartij Gemeentebelang Westland en oppositiepartij de LPF tegen de opvang wordt met 1 stemverschil verworpen. Het geeft het college groen licht om met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de plannen uit te werken. Maar de garantie dat alles goed zal gaan, dat kan de wethouder niet geven.
Ik heb geen glazen bol, ik kan niet in de toekomst kijken. Ik heb alleen uitgelegd welke voorbereidingen wij hebben getrokken om het op een zo ordentelijke en fatsoenlijke manier de opvang te regelen. En onze inzet is erop gericht om het een succes te maken. Maatregelen die genomen worden zijn onder andere 24 uur bewaking bij het Polenhotel. En ook komt er extra beveiliging op het bedrijventerrein waar de opvang is gevestigd. De toegangspoortjes op station Leiden Centraal, die staan er al een poosje, maar woensdag zijn ze ineens gesloten. Het is een proef van de NS. Die wil dat iedereen die door het station loopt, incheckt met zijn OV-chipkaart. Ook de mensen die alleen maar even naar de andere kant willen. En dus is dit het beeld op Leiden CS. Mensen die één voor één inchecken. De NS wil met het sluiten van de poortjes zwart rijden tegengaan. Veel mensen hebben er begrip voor, maar het is wel een tegenvaller voor mensen die even snel naar de andere kant van het station willen. Nou, ik vind het een beetje vervelend, want ik moet normaal gesproken met de bus, dus dan moet ik van daar naar daar. En dat gaat natuurlijk nu niet zo makkelijk meer. Well, it's difficult to go everywhere because it's a short way. Then you have to go around if you don't have the card, so it's not nice now. Ik heb nog geen overschip, maar ik heb nooit gebruik van het openbaar vervoer, dus... Ik werk hiernaast op het ROC, maar krantje kopen zal het elders moeten doen en niet meer hier. Maar is het echt zo vervelend? We nemen de proef op de som en checken in. Daarvoor moet er wel minimaal €20 op de chipkaart staan. Na de poortjes is het tijd voor een krantje en een kopje koffie. Ik heb het hier nog graag. Zodat het genieten kan beginnen. Maar niet te lang natuurlijk, want wie langer dan een uur binnen de poortjes blijft, raakt het incheck-tarief kwijt. En dat kan oplopen tot €20. Al kan je dat geld wel weer terugvragen. Dus, voor wie dat risico niet wil lopen of geen OV-chipkaart heeft, is er maar één optie. En dat is omlopen. In de Haagse wijk Ypenburg wordt dinsdag op klaarlichte dag een man doodgeschoten. De vermoedelijke dader en het slachtoffer zijn bekenden van elkaar en zouden al langere tijd ruzie hebben. De schietpartij maakt een hoop emoties los in de buurt. Buurtbewoners leggen bloemen op de plek van de schietpartij. Vrienden en kennissen schrijven teksten voor het slachtoffer op een groot spandoek. Zo ook Michael. Hij schrijft het volgende. Veel meegemaakt. Jammer dat het zo moet eindigen. En dat die voor altijd in mijn hart zit natuurlijk. Hè. Ik ben hier opgegroeid, 10 jaar lang. Ja, weet je, dat soort gasten dat waren als grote broers voor je. Joh. Weet je, als je, ja, je hoefde maar als er wat was vroeger en je ging naar dat soort jongens toe. Ja, hielpen ze je, weet je, met alles en... Kijk, ik woon hier zelf niet meer dan, maar ik kreeg gisteren het bericht. Ja, dan kijk, ik sta nu nog ook een beetje te trillen, weet je, ja. Dinsdagmiddag ontaart een al langer lopende ruzie tussen twee mannen in een schietpartij. De 28-jarige Danielle komt om het leven. Kort na de schietpartij pakt de politie een 31-jarige man uit Den Haag op. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een conflict in de relationele sfeer. Michael kan het niet geloven. Zo zie je maar, het gaat helemaal nergens meer over tegenwoordig, hè. Ze kunnen het niet meer af met vuisten, dan is het maar gelijk boom, hop, schiet elkaar maar dood, joh, we maken het uit, joh. Toch, ze gaat nergens meer over tegenwoordig. De verdachte zit nog vast, in afwachting van de verdere juridische procedure. Zo. De tuin van het hospice in Naaldwijk ligt er prachtig bij. Maar sinds afgelopen maandag zijn er wel twee grote gapende gaten. Daar stonden eeuwenoude, maar zieke beuken. Een prachtig gezicht natuurlijk voor de mensen die in het hospice verblijven en daar hun laatste dagen slijten. Zij missen nu dit uitzicht. Het Westlands Mannenkoor kwam meteen in actie. Oh, beukenboom, oh, beukenboom, wat zijn je beuken wonderschoon. Zingend doen ze het onderhoud in de tuin van hospice Beukenrode in Naaldwijk. De mannen van het Westlands Mannenkoor. Tot voor kort verzorgen ze er ook twee eeuwenoude, maar zieke beuken. De bomen kunnen niet langer blijven staan en worden gerooid. Maar gelukkig heeft het Westlands Mannenkoor na een benefietconcert genoeg geld opgehaald om twee nieuwe bomen te kopen. Het voelt heel goed. Het voelt heel goed. De totaalplaats is rond de €10.000. Ja, dat is natuurlijk jammer gebeuren, want het waren wel... monumentale bomen. Maar ja, hoe zorg je ervoor dat deze jonge bomen niet ook ziek worden? De oude bomen zijn waarschijnlijk doodgegaan doordat het grondwater de loop der jaren omhoog is gekomen. Het staat nu ongeveer op 40 centimeter onder maaiveld. Vandaar ook dat de bakken gemaakt zijn dat de bomen, de nieuwe bomen, hoger staan dan de oude. Zodat ze er nog jaren mee kunnen. Oh, beukenboom, oh, beukenboom.
wat zijn je beuken wonderschoon. Ja, la, 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 la. De mannen komen vaak langs om even de tuin te doen. Eén keer in drie weken, dan zijn we hier, dan doen we een rondje. En dan gaan we schoffelen, wat vegen. We zorgen dat het gewoon verzorgd eruit ziet. We zijn ook gewoon het plantvak weer op het knappen met nieuwe planten. Want dit was een vak met grind. En voor een boom is het beter als gewoon lekker de grond eronder zit. Waar gewoon gelijk het water in kan komen, dat hij altijd water heeft. En ik hoorde van iemand die hier als vrijwilligster is, die zegt, het geeft alweer een vertrouwd gevoel dat er weer een boom staat. Ja, leuk, mooi werk dus. Hartstikke leuk. De 6-jarige Nout uit Zoetermeer mag deze week als eerste in de wereld oefenen met een speciaal pak om een zware heupoperatie te voorkomen. Nout heeft door een hersenbeschadiging moeite met bewegen en zit in een rolstoel. Het pak is een nieuw hulpmiddel om zijn spastische en pijnlijke spieren eenvoudig te ontspannen. Ja, dan gaan we. Hoppatee. Het is een belangrijke dag in het leven van Nout, die we kennen van de TV-West-serie Pure Kracht. Vandaag kan hij voor het eerst gebruik maken van de in Scandinavië ontworpen Molly Suit en InnoWalk. Twee apparaten die ervoor zorgen dat Nout waarschijnlijk geen zware operatie hoeft te ondergaan en dus ook niet een jaar lang hoeft te revalideren. Op deze manier blijven alle functies waar hij de afgelopen jaren zo hard voor heeft gewerkt, zoals zitten, behouden. De kracht zit hem in de combinatie van het pak en het apparaat. De InnoWalk zorgt voor de bloeddoorloop door veelvuldig bewegen, op zijn voeten staan, goede druk en dan samen met dat pak willen we dan die spieren die nu gespannen zijn, laten ontspannen. En daar die samenwerking mee zorgen dat die heupen niet uit de kom raken. Dan werkt dat op een gegeven moment een aantal uren tot dagen door. De pilot met de nieuwe technieken moet ervoor zorgen dat de pezen en spieren sterker worden. Zodat een operatie en extra therapieën waarschijnlijk niet nodig zijn. Iets waar ook de moeder van Nout erg blij mee is. Als we dat kunnen voorkomen, dat is natuurlijk hartstikke mooi als er niet in hem gesneden moet worden. En hij kan op deze manier zijn spieren trainen en hij vindt het ook nog eens een keer heel erg leuk. Kijk, die ziekenhuistrajecten zijn helemaal niet leuk. En dan heb je een botoxbehandeling en daarna volgt een periode van intensieve fysiotherapie. 3 keer in de week een uur. Ja, dat is gewoon heel zwaar. De initiatiefnemer en begeleider is in ieder geval optimistisch en vol vertrouwen. Gaan we 3 maandjes aan de slag. Het wordt alleen maar fun. Ja, alleen maar hartstikke leuk. Koud, hè? Krijgt de winter deze week ineens toch nog een staartje. Ochtendrood, rijp op de blaadjes en een zonnetje. Ja, dat kunnen onze weerfotografen natuurlijk niet weerstaan. Tomorrow's a new day for everyone. And a brand new moon, a brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight. When you feel this crazy society adding to the strain. Stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say?
Follow the sun, in which way the wind blows, when this day is done. We hebben afgelopen week weer verschillende weerbeelden gehad. Veel zon, wat winters weerbeeld, maar vooral die zon die kwam nog alles terug in de weerfoto's. Debbie van Oostrom heeft de mooiste weerfoto gemaakt deze week en zij wint dan ook die foto afgedrukt op canvas. Wilt u ook een keer winnen? Blijf uw weerfoto's insturen naar weer@omroepwest.nl. En dit is het voor deze week. Volgende week zaterdag is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van het TV West Weekoverzicht. Tot die tijd kunt u het actuele nieuws blijven volgen via onze app, Facebook en Twitter, de site omroepwest.nl en natuurlijk ook via de collega's van 89.3 Radio West. Voor nu een heel fijn weekend.